belangrijke wedstrijd. Slotfase van de competitie in de Eredivisie. En voor AZ dit thuisduel tegen Ajax. Traditioneel de wedstrijd van het jaar. En dan is het helemaal volgepakt. Volgt er een serieuze sfeeractie. En zijn de belangen groot voor deze wedstrijd? Dat geldt voor de thuisploeg. AZ wil de play-offs ontlopen door Twente te achterhalen. En voor Ajax gloort de landstitel. Een voorsprong van 4 punten op PSV. Maar vandaag, met later het duel in Rotterdam tegen Feyenoord. Vandaag is cruciaal in de titelstrijd. Een tweeluik dat in eerste instantie omgekeerd op het programma stond. Maar Feyenoord kreeg wat extra rust en speelt nu 5:15. Dat betekent dat het duel van Ajax naar 2:30 is gegaan. Er zijn allerlei scenario's mogelijk. Ajax zou kampioen kunnen worden. Het gat zou kunnen slinken naar 1 punt. Ajax zou officieus kampioen kunnen worden. We weten het over 5 uurtje. Maar vergeet dus ook niet de belangen van AZ in deze wedstrijd. Gat met Twente 3 punten. Kijk inmiddels naar de opstelling van Ajax voor de tweede week op rij. Een 4-4-2 formatie met een ruit op het middenveld. Want Tadic zal de type middenvelder zijn in de rug van Haller en Brobbey. Zieke boeg behoorlijk vol bij Ajax. Martinez, Anthony, Gravenberg, Schuurs komen het hele seizoen niet meer in actie. Daarnaast nog die langdurig geblesseerden, zoals Pasveer en Kluiber. Er tegenover staat dat Mazraoui en Berghuis in de wedstrijdselectie zijn opgenomen. Zitten er wel op de bank. Hij was nog assistent VAR in Villarreal. Halve finale Champions League tegen Liverpool. Vandaag eindverantwoordelijk Dennis Higler. AZ met Vindal in de goal. Twijfelgeval Martins Indy heeft het gered. Hij staat naast Hatzidiakos die de plaats overneemt van Beukema. En op het middenveld keert De Wit terug in de basisopstelling. Dat gaat ten koste van Reinders. De Wit absolute uitblinker in de eerste confrontatie in de competitie in Amsterdam. Toen AZ toch wel verrassend met 2-1 won. In een fase dat Ajax nog als een tierenlier draaide. Dat was een knappe prestatie toen van AZ. Geen buitenspel. Dan kan Brobbey door op Vindal. Brobbey met de mogelijkheid. En Vindal zit daar denk ik nog aan. Dan is het alsnog buitenspel. Een buitenspel is het voor Brobbey. Maar toch was er enige twijfel. Knappe keeperswerk ook nog van Vindal. Haller probeert los te komen van Hatzidiakos. Als Tadic die corner trapt. Het scheert langs de paal en uiteindelijk is het een doeltrap. Sterk begin van de ploeg van Ten Hag. Evian. Sugawara. Carlson valt die bal ineens voor zijn voeten. De eerste doelpoging van AZ is een teleurstellende. Van Carlson. Eindelijk. En dan is het minuut 10. Wat een langer balbezit voor de thuisploeg. En dan ligt er ook gelijk ruimte daar aan die rechterkant met Sugawara. Want Brobbey heeft geen idee waar zijn tegenstander was. Dan kan Carlson het gaan proberen. En valt hij uiteindelijk voor de voeten van Stekelenburg. Maar een leuk begin van deze wedstrijd. Als AZ zich nu ook meldt. Grensje. Carlson, Rens probeert zijn fout te herstellen. Raakt hij geblesseerd, Rens. AZ voetbalt verder met Carlson. Wijndal, Rens daar dus niet. Wijndal en dan valt hij voor de voeten van Carlson. En recht in de handen van Stekelenburg. Dat was toch de eerste serieuze mogelijkheid voor AZ in de 20e minuut. Geen beste bal van Blind, Pavlidis. Mitchell, Evjen draait weg bij Blind. Evjen naar Carlson, Wijndal eroverheen. Dus ook ruimte voor Carlson. Ajax nu met veel mensen weer achter de bal. Goed gespeeld, zegt door Evjen. In de loop bij Wijndal. Tweede paal, daar stond De Wit. Sugawara! En buitenspel voor Wijndal.
Spectaculaire uithaal van de Japanner. Dat oogde overigens een stuk gevaarlijker dan het uiteindelijk was. Maar dit is goed gevoetbal door AZ. En Wijndal wist wel hoe laat het was. Wijndal vrijgespeeld aan de binnenkant. Haller staat een beetje te tukken. Karlsson. Karlsson naar zijn rechter. Ja, die kan hem op verschillende manieren trappen. Dit keer kiest hij voor de ouderwetse poeier met de wreef. Daar gaat Brobbey. Had Siliakos weggezet door Brobbey. De kans voor Ajax en die gaat erin ook. En zo wordt het 0-1 door Brian Brobbey. Niet zo handig om dat daar te gaan vieren. Maar hij breekt deze wedstrijd open. In een fase waarin het van twee kanten buitengewoon slordig is. Maar een verrassing eigenlijk uit het aanvalsspel van Ajax verdwenen was. Maar ineens de ruimte achter die verdediging. Slimmigheidje in het duel met Hatzidiakos. Die zich ook wel heel gemakkelijk laat wegzetten. Brobbey beslissend in Nijmegen. Zet Ajax op 0-1. Maar zijn er nog 45 minuten te gaan in Alkmaar. We begonnen aan de tweede helft. Mitchell op het hoofd van Taliafico. Timber kruipt voor Pavlidis. Maar Klaasie doet dat vervolgens ijzersterk in het duel met Klaassen. Dan is hier Karlsson met een beetje ruimte. Wijndal eroverheen, want Haller is weer te laat. En dan scheelt dat heel weinig. Na 32 seconden is Karlsson dicht bij de 1-1. Dat zal hoopvol zijn voor het thuispubliek. Die ook wel gezien hebben dat Karlsson in de eerste 45 minuten ook de meest dreigende man was. Maar deze aanvalsopzet geïnitieerd door uitstekend werk van Klaasie. De bewegingen heeft ruimte weten te creëren. Half metertje naast. Haller komt nu wel gewonnen. Tadic, Brobbey vrij in het centrum. Nu bediend. Brobbey, de aanname is goed. Dan zijn ze de bal kwijt. En ontstaat er dus alsnog een kans voor Brobbey. Eerste gevaarlijke moment nu ook van Ajax. Uiteraard is hij, Brobbey, daar weer bij betrokken. Sliding van Sugawara lijkt het in eerste instantie op te lossen. Maar uiteindelijk is daar nog het keeperswerk van Vindal voor nodig. Evjen. Veel ruimte daar. Bij Karlsson. Dani de Wit krijgt hem nog voor de goal. Pavlidis heeft hem nog. En uiteindelijk een rolletje voor Stekelenburg. Maar er waren er een paar bij AZ die nog bleven geloven in deze aanval. En hij is daar natuurlijk altijd eentje van. Dani de Wit. Zo geweldig is die voorzet natuurlijk niet van Karlsson. Maar de Wit wekt die aanval dan weer tot leven. Haller. Weer springt er een bal van zijn voet. Wijndal. Combineren dan de linkerkant Wijndal met Alvarez voor hem. Krijgt hem voor de goal en daar is de gelijkmaker van Pavlidis. Ruim een uur onderweg. Balverlies Haller, daar begint het mee. En dan slaat AZ toe via de linkerkant na een goede actie van Wijndal. Die tekent voor zijn 10e assist dit seizoen. Krult hem om Alvarez heen. En Pavlidis uitstekend positie kiezen richting de eerste paal. Sneller reageren dan Daley Blind. Die zich laat aftroeven. Knap binnengeknikt. Voor Pavlidis is het zijn 14e van het seizoen. Stuurt hem in de lange hoek. Het is 1-1.
Ver in ook van Sugawara. Haller moet mee verdedigen. Wijndal. Karlsson. En dan staat Evjen daar helemaal vrij. En schiet hij AZ op voorsprong. Knappe comeback in de tweede helft van AZ. En Ajax nu in de jacht op de landstitel in grote problemen. De wedstrijd lang onder de controle van de Amsterdammers. Het eerste uur was er weinig aan de hand. Maar AZ vecht zich, zoals al vaker dit seizoen, terug. En staat nu met 2-1 voor. En Evjen die volledig vergeten wordt. Niemand in de buurt. Iedereen kijkt naar Pavlidis. En dat doet hij vervolgens keurig. Zijn tweede pas dit seizoen. Maar wat een belangrijke goal. Want daarmee komt AZ, zoals het nu staat, gelijk in punten met Twente met een beter doelsaldo. Darami. Berghuis goed aangesneden door Berghuis en van heel dichtbij overgewerkt. Daar was eindelijk het moment voor Haller. Maar hij krijgt hem er niet in. In de stuit. Was niet makkelijk. Prachtige voorzet van Berghuis. Maar de kans op 2-2 voor die Ivoriaan. Ingebracht door Berghuis. Alvarez 2-2. 2-2 in Alkmaar. Weer een kleine twist. Hand in het gezicht. Ja, komt er in de mangel eigenlijk. Tussen Haller en Alvarez. Alvarez gaat daar gewoon eerder de lucht in. Ik geloof niet dat daar nou zo heel veel aan de hand is. Het is 2-2. En dan is het klaar in Alkmaar en is de titelstrijd, hoe je het ook weet of keert, toch weer een beetje spannender geworden. Want PSV krijgt zo de gelegenheid om het gat aan de top van de ranglijst te verkleinen tot 2 punten.